Een nieuwe politieke partij en wel om één ding. Ouderen worden gedemoniseerd. Demonisering, dat hebben wij ook aangegeven. Ouderen worden gedemoniseerd. We leven op dit moment in een ijstijd. We doen wel aan klimaatverbetering, maar het klimaat van ouderen wordt steeds kouder en koeler en killer. En daarom staan de Grijze Panthers voor respect voor de ouderen, solidariteit en een eerlijke verdeling van zorg, veiligheid en inkomen. Maar vooral staan de Grijze Panthers voor liefde. Niet voor macht wat plus, maar macht voor de liefde van onze medemensen. En ik denk, de afgelopen week hebben we er weer gezien, dat is in Nederland is dat verzoek. Ja. Gewoon macht voor de liefde, moet ik denken, een beetje flauwe power dat die terugkomt? Nee, maar we kunnen wel een beroep doen op de generatie van 68, om wat zij toen Nederland op zijn kop hebben gezet, de wereld op zijn kop hebben gezet. Daar hebben ze ook fouten in gemaakt, om dat nu nog één keer bij elkaar te komen en de fouten te herstellen. Even wat politiek gevoelige puntjes. Hoe denken de Grijze Panthers over? AOW optrekken naar de 67 jaar. Basta. Ja. 65. En Oeruzgan? Je moet wel overwogen terugtrekken, maar je moet eerst je karwei afmaken en niet onze jongens en Oeruzgan in de steek laten, zoals dat door het huidige kabinet is gedaan. En dan gaan we op 10 juni naar Den Haag. Dat is gewoon wat we gaan doen, Dre. Een mooie reis maken. Ja. Dat gaan we doen. En hoeveel zetels denken de Grijze Panthers te krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni? Als je met 2 binnenkomt, dan heb je een bruggenhoofd geslagen waarbij je het komende jaar aan de slag kunt. Want er is op dit moment geen stabiele regering in Den Haag te vormen. En Den Haag, wij komen eraan. En hebben ze daar de goede mensen voor? Ja, ja, hebben zeker mensen. Ik noem dan de halve namen. Zijn er bekende Nederlanders die jullie steunen? Ga ik op dit moment niet op in. Eén naampje? Nee. Eén naampje? Nee. Alsjeblieft. Komt u op 4 maart eens even terug.